Welkom bij deze aflevering van Boek van de Maand. In november wordt ieder jaar de Nederland Leest-campagne gehouden. Met het idee dat een goed boek gesprekken op gang brengt en lezers met elkaar verbindt. Het thema is dit jaar Oud worden, jong blijven. Het boek Mevrouw Mijn Moeder van Yvonne Keul staat centraal tijdens deze editie van Nederland Leest. Yvonne Keuls werd geboren in het toenmalige Nederlands-Indië en kwam op 7-jarige leeftijd naar Nederland. Ze heeft meer dan 90 publicaties op haar naam staan. Midden jaren 70 brak ze door bij het grote publiek met haar zogenaamde sociale romans. Jan Rap en zijn maat, Het verrotte leven van Floortje Bloem. Veel van haar boeken werden bekroond en zijn uitgegroeid tot klassiekers van de Nederlandse literatuur. Eind 2021 verscheen haar meest recente roman, Gemmetje Victoria. Met Mevrouw Mijn Moeder schreef Yvonne Keuls een meeslepend en ontroerend verhaal over de Indische wortels van haar familie en de herinneringen en verhalen van vroeger. Deze ontroerende roman is een prachtig gesprek tussen moeder en dochter over een bijzonder verleden en vitaal oud worden. Naast de papieren editie, die zolang de voorraad strekt door iedereen opgehaald kan worden in de lokale bibliotheek, kunnen leden van de bibliotheek Mevrouw Mijn Moeder ook lezen als e-book of beluisteren als luisterboek. In de bibliotheek kan iedereen binnenlopen om even een tijdschrift of een krant te lezen. En aan de leestafel en tussen de boekenkast ontstaan vaak de mooiste gesprekken. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd. Ontmoeting en gesprek, daar speelt de bibliotheek een belangrijke rol in. Een nieuwe activiteit die hier regelmatig in Bibliotheek Hulst plaatsvindt, is samen lezen en herinneringen ophalen. Aan de hand van de Zeeuws Weerzienkrant, die mensen uitnodigt om hun eigen ervaringen te delen. Zeeuws Weerzien is een gratis krant vol verhalen over het Zeeland van de vorige eeuw. Van oude krantenartikelen tot columns van hedendaagse schrijvers. Daarom hebben we uitgenodigd Hanneke de Vroe. Zij is de secretaris van de Stichting Weerzien. Ik ga kijken of ze al aanwezig is. Welkom Hanneke in de bibliotheek. Fijn dat u hier bent. Dankjewel. Ten eerste, hoe is het idee ontstaan van de Stichting Zeeuws Weerzien? Stichting Zeeuws Weerzien, ja, dat is eigenlijk de uitgever van de krant Zeeuws Weerzien. Dat is een herinneringskrant vol met verhalen over het Zeeland van vroeger. En die stichting hebben we opgericht omdat de krant echt bedoeld is voor iedereen in Zeeland. Gratis beschikbaar moet zijn. Dus de stichting is vooral bedoeld om fondsen te werven. Om het mogelijk te maken om die krant ook overal uit te kunnen delen. En Hanneke, de leesbijeenkomsten zelf... Wanneer zijn die begonnen? Ja, wij staan nu ongeveer 4 jaar. En we hebben natuurlijk ook die hele coronaperiode meegemaakt. In de coronaperiode konden wij de krant 2 keer niet uitbrengen. En toen hebben we gedacht, we moeten ook iets anders verzinnen om in contact te blijven met onze lezers. En toen zijn we eerst allemaal verhalen op onze website gaan zetten. Dat is een hele brede website. En op een gegeven moment kregen we ook van lezers te horen van... het is wel heel eenzaam zo in de coronaperiode. En jammer dat we ook de nieuwe krant niet kunnen gaan ophalen. En toen corona achter de rug was en we weer met kleine clubjes bij elkaar mochten komen... hebben we dat eigenlijk een beetje gevierd met z'n allen. En toen zijn onze vrijwilligers in heel Zeeland een leesestafette begonnen. Ze begonnen in Middelburg. En het stokje is iedere keer doorgegeven. En toen hebben we in hele kleine clubjes de krant samen gelezen met ouderen. En dat was zo ontzettend leuk... We leerden onze lezers een beetje kennen, maar de ouderen konden ons ook hun eigen verhalen vertellen, hun eigen herinneringen vertellen. En die hebben we allemaal verzameld. En daaruit is het idee geboren om ook structureel bijeenkomsten op te gaan zetten, zoals we ook hier graag in de bibliotheek in Hulst willen gaan doen. Om mensen uit te nodigen om naar ons toe te komen en hun herinneringen te vertellen bij het thema van onze krant. Nou, dit keer is dat... Naar school. We halen dit seizoen allemaal herinneringen op over hoe was het op school vroeger. Het leesplankje, de vieze vingers van met een kroontjespen schrijven.
mensen die straf kregen vroeger omdat ze linkshandig schreven. Ja, dat mocht niet vroeger. Allemaal verhalen die zelfs voor mij, want ik ben dan nog relatief een jonkie vergeleken met onze lezers. Ja, die heel erg mooi zijn en leerzaam ook om te horen. En zo, ja, houden we elkaar op de hoogte van hoe het vroeger ging. En ja, hoe we dat nu allemaal beleven, zeg maar. Heel erg leuk. Wat wordt er gedaan met al die prachtige verhalen? Want mensen ja, halen herinneringen op tijdens die bijeenkomst. Wordt daar ook iets mee gedaan? Huh? Ja, zeker. We hebben sowieso een redactie van ongeveer 10 redacteuren. Die komen uit heel Zeeland. Er zijn ook mensen die gepensioneerd zijn. Die zelf vroeger bijvoorbeeld bij de PZC hebben gewerkt. Of bij de lokale kranten. Die schrijven eigenlijk de artikelen die je in de krant leest. Maar we hebben ook een hele pagina met de titel Wat weet u er nog van? En dat kan zijn dat mensen ons een kaart sturen. Want we hebben gewoon nog een postbusnummer. Je kunt ons een ouderwetse brief met een postzegel erop sturen. Je mag ons ook een e-mailtje sturen. Maar je mag dus ook naar zo'n leesbijeenkomst komen. En daar noteren wij de herinneringen van mensen. Die gebruiken wij als input voor een nieuwe krant. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een afspraak met het Zeeuws Archief. Die verzamelen ook heel graag informatie over bepaalde onderwerpen waar ze nog te weinig van in het archief hebben zitten. Bijvoorbeeld, hoe gingen mensen vroeger op vakantie? Met de fiets of al met de auto? En waar gingen ze heen? Hoe ver? Hoe was überhaupt het vervoer? Wie weet nog hoe je met de boot overstak? Zo. Dat soort onderwerpen, die gaan we allemaal verzamelen. We staan nog aan het begin van dit nieuwe project. En we hopen dat we zoveel mogelijk herinneringen van ja, echte zeeuwen hier kunnen verzamelen. We hopen dus ook dat zoveel mensen, mogelijk mensen naar ons toe komen om dat aan ons mee te delen. Ja, om er samen over te praten. Wat zou u willen zeggen tegen mensen die nu nog twijfelen om naar een bijeenkomst te komen van de Zeeuwsweerzien? Die denken van, nou, is dat nou wel iets voor mij of niet? Wat zou je daartegen willen zeggen? Als je twijfelt, dan moet je het dan sowieso doen. Want anders dan krijg je later misschien spijt dat je iets niet hebt gedaan wat hartstikke leuk was. Maar wij merken, want het is niet de eerste keer nu dat we het doen. We hebben al een paar bijeenkomsten georganiseerd. Bijvoorbeeld in Veren, in Sint-Anna-land, in Vlissingen. En we merken dat als mensen eenmaal aan de praat komen met elkaar, dat er zoveel mooie verhalen bovenkomen en dat het ook heel erg ja, stimulerend is om te horen van elkaar dat je eenzelfde soort herinneringen hebt. Je deelt iets met elkaar. Het verleden is heel belangrijk. Het gaat tegenwoordig zo snel allemaal. Tijd gaat zo hard. Maar we moeten niet vergeten waar we vandaan komen. En wij, ja, ik denk dat het heel belangrijk is om dat met elkaar te blijven ondersteunen, zeg maar. Dus twijfel je om naar zo'n bijeenkomst te komen? Ik zou zeggen, juist hier in Hulst is het een hele mooie locatie om gewoon even binnen te lopen. Kom gezellig aan de leestafel zitten. Is het niks, dan is het niks. Maar ik weet zeker dat we heel snel met elkaar in gesprek zullen zijn. Hartelijk dank, Hanneke. Het was een heel bevlogen verhaal. Dank je wel en we hopen je nog graag vaak terug te mogen komen. Ja, welkom en tot ziens dan. Dank je. Dank je wel. De volgende bijeenkomst van Zeeuws Weerzien hier in Bibliotheek Hulst is op 12 december om 14:00. Mocht u nog twijfelen of dit echt iets voor u is, dan kan u luisteren naar de podcast van Omroep Zeeland. Daar zijn de herinneringen van Zeeuws Weerzien ook te beluisteren. Dus graag tot ziens. Ik ben hier in Bibliotheek Hulst.